Wat is het een dikke vette nee wordt? Dat is aan de regering. Maar dat kan u bijna niet zeggen als u hier, nou, ik zou bijna zeggen, campagne voert hiervoor. Ja. Ik voer geen campagne, maar wat ik hoop is dat het een ja wordt. ...21 maart is het referendum over de sleepwet, of de wet voor inlichting en veiligheidsdiensten. En jullie moeten in het referendum zeggen of jullie voor of tegen deze wet zijn. Daar ben ik vandaag in gesprek met Rob Bertolet. Hij is de baas van de AIVD. Ik hoop dat jullie daardoor een betere keuze kunnen maken het aanstaande referendum. Wat zijn, als ik concreet ben, de belangrijkste dreigingen op dit moment? Dat is de dreiging van het gewelddadig jihadisme. Er zijn nog wel meer. We zitten in de EU, we zitten in de NAVO, we zitten in de Veiligheidsraad. En dat betekent dat wij voor andere landen interessant zijn. Nou, dat proberen we tegen te gaan. Dus dat is een dreiging die ik zie. Buitenlandse actoren, ja. Terroristen, ja. Jihadisten. Ja, en weet je, de belangrijkste dreiging vind ik op dit moment is cyber. We hebben nu nog niet veel terroristen in cyberspace gezien. Maar het gaat komen, het is een kwestie van tijd. Maar wat ik heel zeker weet is dat deze wet mij in de toekomst gaat helpen. In deze moderne tijd, waarbij onze tegenstanders gebruik kunnen maken van alle moderne technieken, waarbij via de ether, als via internet, voice over IP, in-app communicatie kunt gebruiken. In-app, u bedoelt WhatsApp, Telegram. Precies. Nou, dat maakt het natuurlijk wel heel ingewikkeld, ja, om dan iemand nog op te sporen. En dan in gedachte dat we op zoek zijn naar iets wat er moet gebeuren, dat is bijna onmogelijk als je geen moderne middelen hebt. De WIF komt op het moment dat Edward Snowden allemaal dingen over de NSA aan het licht heeft gebracht. Dus mensen zullen dat onvermijdelijk met elkaar verbinden. Waardoor nu ook het schrikbeeld is ontstaan dat hele wijken afgetapt gaan worden. Het beeld dat wij hele wijken in Nederland zouden gaan aftappen, dat beeld dat wil ik hier onmiddellijk ontkrachten. Ja, daar is geen sprake van. En er is ook een hele goede reden voor. Omdat als je in de wet kijkt, dan moet je niet alleen kijken naar dat ene artikel waarin staat welke bijzondere bevoegdheid wij hebben. Je moet ook wel verder kijken, want daar staat namelijk bij dat het altijd noodzakelijk moet zijn in het kader van een onderzoek. En er mag geen lichter middel voorhanden zijn. Denkt u dat u transparant genoeg kan zijn alleen om dat vertrouwen te herstellen? Ik kan zo transparant zijn als verantwoord is voor de veiligheid van mijn mensen en de dienst. En dus vandaar dat ik wel probeer om die transparantie zo ver mogelijk op te rekken. Maar we blijven een dienst waar op een gegeven moment een grens zit aan wat ik kan laten zien. Maar dat heeft altijd te maken met de veiligheid van mijn mensen. Of de veiligheid van mijn bronnen. Mag ik u een situatie voorleggen? Bijvoorbeeld, er is veel internetverkeer tussen een onrustige regio in Syrië en de gemeente Utrecht. Hoe kom je er dan achter wie dat zijn? Ik vind dat een goed voorbeeld, omdat het een voorbeeld is wat zomaar uit de praktijk gekozen zou kunnen zijn. Je weet heel goed, daar gaan geen vakantievluchten naartoe. Ja, dus wat daar zit aan mensen, die zijn op de een of andere manier zijn ze daar of slachtoffer van de strijd, maar de kans is erg groot dat ze bij de strijd betrokken zijn. Als je dan ook nog kunt traceren of er telefoonverkeer vanuit die stad naar Nederland gaat, dan weet je dat je een grote kans hebt dat mensen zijn die er vrijwillig naartoe gegaan zijn, die mogelijk deelnemen aan de strijd en die dus in het kader van het onderzoek naar terrorisme, dat het redelijk is in het kader van de veiligheid van Nederland om te zeggen, nou, daar zou ik wel wat meer van willen weten. En dan kun je daar vervolgens kijken, haal ik eerst de metadata, dan kan ik op basis van de metadata, kan ik een heleboel dingen kan weggooien. En heel eventjes over die metadata, heel even voor mijn beeld. Wat gebeurt er met al die data die je niet nodig hebt? Al die data die niet relevant zijn, die worden vernietigd. Die worden vernietigd. Want er zijn ook een hoop metadata dat eventueel wel interessant zou kunnen zijn. Wat ik me kan voorstellen is dat het meeste internetverkeer met een terroristische regio als metadata eventueel interessant zou kunnen zijn. Dat zou blijven. Maar dan moet je dus vaststellen dat daar relevantie in zit. Maar is niet per definitie het interessant als mensen met iemand in Homs of weet ik veel wat communiceren, een mailtje sturen? En wij moeten bepalen of het relevant is. En als het niet relevant is, dan moet het weg. Ja? En in metadata, die kunnen natuurlijk ook wel relevant zijn. Dan kun je netwerk aan. Maar die metadata, dat wordt pas later vaak relevant. Want die metadata is interessant om te bewaren, omdat dat misschien patronen kan laten zien waaruit kan worden ontwaard 3 jaar later, 2 jaar later, of iemand een terrorist is, ja of nee? Ja. Nou, dat is iets wat natuurlijk uit de praktijk, of in de praktijk gezien is. Hè. We hebben in het verleden casussen meegemaakt, aanslagen meegemaakt, waarbij je op grond van gegevens die
bewaard waren, kon herleiden waar het netwerk zat en daarmee een volgende aanslag kon voorkomen. Ja. Dus het feit dat je ze bewaart, dat is iets waarvan je in alle redelijkheid kunt zeggen, nou, dat is noodzakelijk. Je moet je alleen afvragen hoe lang. Nou, in de wet staat 3 jaar. Ja. Stel je voor, er wordt een verzoek van Amerika aan het AIVD gedaan. Data wordt overhandigd aan hun. Nou, dan blijft het daar. Zij zullen het waarschijnlijk niet wissen na 3 jaar. Zij zijn niet onderhevig aan onze wetten. Nee, dat kan ik wel vragen. Dat kan. Ik wel. Ja, je kan er de voorwaarden aan verbinden. Ja, dat informatie verstrekt wordt, hè, in voorkomend geval. Ja. Overigens, ook als Amerika dat vraagt, hè, ja, dan wegen we elke keer weer opnieuw af. Gaan we dat wel doen of niet? Waarom willen ze het hebben? En dan kunnen we er dus de voorwaarden bij stellen dat we graag willen dat het vernietigd wordt of dat er iets niet mee gebeurt of juist iets wel. De AIVD kan zelf voorwaarden stellen. De controle op de dienst is niet echt sexy. Het is misschien een raar woord om te gebruiken, maar ik denk dat de meeste mensen eigenlijk afhaken bij de toezicht van, ja, van de dienst, omdat het namelijk erg versnipperd is en uitgebreid. Ik zou liever van gefaseerd spreken dan van versnipperd. Maar misschien dat kan kunt ik wel u uitleggen, hoor. Ja, nee, maar zeker. Dat heel graag. Legt u het vooral uit. Wat onder de huidige wet en onder de nieuwe wet hetzelfde is, is dat er in de dienst al een aantal checks en balances, ja, zitten. Ja, dus het is niet zo dat we op een maandagochtend bij elkaar gaan zitten en denken van, nou, wie gaan we nu eens eventjes afluisteren of volgen of wat dan ook. Maar er zitten onderzoeksgerelateerd, proportioneel, subsidiair. Mijn teamleiders die kijken ernaar. Ik heb juristen die zitten daar specifiek om tegenspel te bieden, om te kijken of het juridisch kan, of die afwegingen goed gemaakt zijn. Dan komt het bij mij op het bureau en uiteindelijk gaat het in het geval van aftappen, dan gaat het naar de minister. Dan in het nieuwe systeem is er vervolgens een toetsingscommissie inzetbevoegdheden. En als zij het er ook mee eens zijn, dan betekent dat dat we de bijzondere bevoegdheid in mogen zetten. Dan heb je vervolgens nog de commissie van toezicht. Bijzondere bevoegdheid is hacken, ja, is aftappen. Hacken, is alles aftappen, wat volgen, jullie doen observeren, om aan informatie te komen. Ja. Maar ook bijvoorbeeld gewoon praten met iemand. Dus eigenlijk de situatie is zo. De wet die is vaag over wat jullie precies mogen. Omdat jullie gewoon zoveel mogelijk mogelijkheden moeten hebben om ook in de toekomst nog informatie te winnen. Aan de andere kant hebben jullie een betere controle, zodat jullie binnen de wet blijven. Dat jullie, ja, niet te rare dingen gaan doen. In feite zou je dat zo kunnen zeggen. Wet is ruim. Ik vind hem niet vaag, maar hij is ruim. Ja, maar ook de controlemogelijkheden zijn ruim. Wat ik er een beetje eng aan vind, is dat er niet duidelijk wordt gezegd wat jullie allemaal mogen hacken straks. Nou, het wordt getest door de TIP, aan de voorkant, hè, die toetsingscommissie inzetbevoegdheden. Die kijkt of de methode die we voorstellen, of dat inderdaad een rechtmatige methode is. Ja, en dan vervolgens aan de achterkant kijkt de commissie van toezicht weer, ja, of wij dat ook op een goede manier dan hebben ingezet. Het probleem is een beetje alleen dat dit dus nu door jullie wordt bepaald en dat jullie dat dan straks met elkaar gaan overleggen of dat wel of niet kan. Maar de maatschappij heeft nog helemaal niet overlegd of zij bijvoorbeeld wel oké vinden dat jullie van alles en nog wat kunnen hacken. Ik zal een voorbeeld noemen, het is niet mijn persoonlijke voorbeeld, maar die van Eijk, geloof ik, een hoogleraar. Die noemt bijvoorbeeld dat jullie in de toekomst de pacemaker van een politieke tegenstander wat zachter zouden kunnen zetten tijdens een belangrijke stemmingsronde, zodat hij een beetje zou gaan dommelen. Klinkt raar, klinkt belachelijk voor sommige mensen, maar de werkelijkheid is ook dat wij niet weten wat de technologie van morgen gaat zijn. Nee. Wat er allemaal hackbaar is. Als jullie straks onderling bepalen van we moeten iets kunnen hacken wat in iemands lichaam zit, hè? Misschien krijgen we wel implantaten, moet dat hackbaar kunnen zijn? Wij mogen informatie inwinnen, wij mogen inlichtingen verzamelen, maar de wet staat ons niet toe om een pacemaker zachter te zetten. En waarom denkt hoogleraar van Eijk dan dat dat mag? Ja, dat weet ik niet. Waar die aan denkt natuurlijk. Maar dat komt misschien omdat er gewoon niet expliciet staat in de wet van u mag niet iemands lichaam hacken bijvoorbeeld. Ik zou het zelf heel erg lastig vinden om überhaupt te kunnen bepalen wat je er dan allemaal in op moet gaan noemen. Ja, omdat ik gewoon niet weet welke technologieën er over 5 jaar mogelijk zijn. En het gevaar, ja, als je dat soort dingen zou gaan opsommen, is dat je daarmee ook meteen zou veronderstellen dat al die dingen die niet in die opsomming staan, dat je dat dan wel mag. Op het moment dat de wet zegt je mag informatie inwinnen, dan weet je dat je daar geen pacemakers, als dat zou kunnen, pacemakers zachter mee kan zetten.
Nou, daar, goed, daar worden we mijn op van alle kanten op gecontroleerd. Mijn oogimplantaat, die kan kijken, dat is informatie. Mag dat dan wel? Ik weet niet of dat tot de mogelijkheden gaat behoren. Ik ook niet. Ik weet bijna zeker, ja, dat de eerste keer dat we dat zouden proberen, als we dat al zouden willen, dan weet ik bijna zeker dat we teruggefloten worden door de toetsingscommissie inzetbevoegdheden. Wat is het een dikke vette nee-woord? Dat is aan de regering. Dat kan u bijna niet zeggen als u hier, nou ja, ik zou bijna zeggen, campagne voert. Ja. Nou, ik voer geen campagne, maar wat ik hoop is dat het een ja wordt. Wij hebben de wet nodig, wij hebben de modernisering nodig. Je mag je ook realiseren dat er wel een heleboel aandacht uitgaat naar de extra bevoegdheden die we hebben op het gebied van kabelinterceptie, van het tappen van de kabel. Maar dat je vooral je ogen niet moet sluiten voor al die extra controles die erbij gekomen zijn. Er wordt natuurlijk regelmatig gevraagd over bewaartermijnen en dergelijke. Maar in de huidige wet, daar staat maar voor één dingetje een bewaartermijn. En voor het overige staat het er niet. In de nieuwe wet staat heel duidelijk omschreven wat de bewaartermijnen zijn en aan welke voorwaarden je moet voldoen. Nou, we zullen zien. Ja? Dank u wel. Graag gedaan.